Hey, welkom bij What's on Your Mind. Mijn naam is Peter Snauwaard en vandaag heb ik Jeffrey van Dalen. Ik ken Jeffrey eigenlijk al heel lang. Ik ben eigenlijk met hem opgegroeid. Hij is tien jaar IT-manager geweest en dan heeft hij eigenlijk heel zijn leven omgeswitcht en is eigenlijk fotograaf geworden. Hij is vooral heel gekend geworden voor zijn wildlife-fotografie en ook het feit dat hij reizen organiseert naar onder andere Afrika en hij andere fotografen meeneemt om foto's te gaan nemen. Heel vroeg in de ochtend van de fantastische natuur. Ook heeft hij eigenlijk uh, ook toegegeven dat hij eigenlijk in 2019 zodanig hard heeft gewerkt, wel is de passie, dat hij een burn-out heeft gehad. En hij vertelt daar heel kwetsbaar over. En ik ben hem ook heel dankbaar dat hij dit verhaal wou delen. Geniet van Jeffrey van Dalen. Bye bye! Welkom bij What's on your mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Op de pot bij Peter. De poppenkast. Right, here we go. Ja, Mr. Jeffrey van Dalen. Dag Peter, it's been a while. Ja, 30 jaar, ik weet niet meer. Pijnlijk, ja, ja, maar inderdaad, we kunnen dat ook al zeggen: 30 jaar geleden. 1 jaar, dat klinkt wel een beetje lang. <laughs> <laughs> ja, t, t. Nu, man um, van iets een kreveliën. Ik kan ja. um, daarnet al zitten piepen en ik kan iets speciaals tegenkomen, dat ik toch wel een beetje het fijne wil van weten. Okay. Ik had gezien dat je. Uh, ik wist al, al lang dat je een beetje gefascineerd was door IT. Nu in de jaren tachtig en IT. Fin, eh, dat is niet hoe dat, dat nu is vandaag de nee. dag. Nu, je um, hebt IT gestudeerd. Ja, klopt. En toen had je tien jaar voor uh, een schoolgroep werd, je ja, kent. Ja, inderdaad. Ja. En dan, na die tien jaar, dus ik vermoed dat je dan ongeveer zo'n iets rond je dertigste was dat geweest, mm -hmm. ja, dat je dan opeens zoiets had van: uh, allez, opeens, I'm going to the dark side of the moon dan ga ik fotograaf worden. Ja, ja. En nu zijn in heel gerespecteerd en zijn al lichtjes bekende wildlife fotograaf, zoals dat dan heet. Dus waarbij dat je naar, naar, naar Afrika trekt en ja. hij dus uh, zowel reizen als andere fotografen meeneemt. En hij echt fantastische uh, natuurfoto's neemt. Dat is toch de perceptie dat ik heb van jou. Um, maar what's the story? Hoe is dat, hoe is dat gegaan? Was je na tien jaar in die 90 in, in de schoolgroep? Want is die ja. daar zat, het is niet zoiets had ik kan de IT-director worden of CIO worden. Of oh ja, in het onderwijs is dat natuurlijk wel moeilijk. En, en, ja, ik moest voor uh, 32 school, 47 vestigingen, eigenlijk zorgen voor de IT-infrastructuur, dat dat wat goed marcheerde. Hey, websites en al, in het begin als IT'er deed alles. Hé. Nu zijn er allemaal afzonderlijke jobjes, maar in die tijd uh, deden we alles. Uh, mijn fotografie heeft mij altijd geboeid. En ben maar ik. Je er altijd al mee bezig geweest, met fotografie? Ja, toch wel, van in mijn studies al een beetje. Gewoon als herinnering van de reis ja. en omdat dat wat veel geld kostte foto's laten ontwikkelen, ben ik ze dan zelf beginnen ontwikkelen. Ik okay. vond dat wel heel fascinerend, uh, zo'n doka-technieken. Ik uh, ben altijd wel iemand geweest die zo van, van alles wil proberen en, en dan zien van wat, wat doe je nu graag en ja, fotografie was wel een ding. En ik toonde altijd mijn foto's aan mijn vrienden ook en al. Maar ja, iedere vrijdagavond kwam mijn vriend langs voor gewoon een keer in te drinken, wat te babbelen. Maar ja, dan was ik ik dan weer, oh, hij is alweer over zijn fotografie bezig. Oké. Okay. Ik heb dat gewoon uh, naar een avondschool, uh, een spontane sollicitatie gestuurd. Ik zei: Kijk, gewoon, ik wil ja, fotografie lesgeven, moet ik mezelf niet betalen. Ik moet gewoon ergens over fotografie, fotografie kunnen praten. Fotografie lesgeven? Geven. Maar ik wil gewoon over fotografie kunnen praten met mensen die geïnteresseerd zijn en mijn vrienden niet meer rapporteren. En uh, ik kwam daartoe en zei: ze, Ja, eigenlijk, we zien dat je IT-er We zouden wel een hoofd willen maken van de IT-sector. Ik zei. Ja, nee, dank u. Dat is mijn bedoeling. Ik wil gewoon fotografie geven. Ik heb dan een basiscursus mogen geven. En zo heb ik geleidelijk aan mijn uren ook afgebouwd in het IT. Want ja, ik heb zo wel al gemerkt in mijn leven dat ik na tien jaar iets wat beu begint te worden. Oké. Okay. Maar het was niet dat je dat je, dat je zoiets had van het IT, het geeft me geen energie meer. Het is niet echt wie dat ik echt ben nu dat er in mee zit. Het is niet dat het zo gebeurd is. oh Ik ben wel een computerman. Nu zit ik ook vrij graag achter mijn computer uh, voor foto's dan te bewerken. Maar ik vond zo plots uh, moest ze ook in. Dat is toch wel support geven, eerlijk. Gezegd. Dat komt bezig wel een stukje wel opnieuw. Ja, dat was het dan. Mocht ook mailservers configureren. En, en voor mij was dat iets moeilijks. Mijn eerste mailserver configureren voor al die gebruikers. Maar dan vond ik een tutorial online. En dat was eigenlijk maar stap 1 doet dat, stap 2 doet dat, en voor mij was dan eigenlijk de uitdaging wel een beetje weg. En ik hou van een uitdaging. Mm. En de perfecte foto maken, ik denk niet dat er al ooit iemand gedaan heeft. Ik ga dat ook nooit bereiden, maar je zit toch altijd wel uitgedaagd om het zo mooi mogelijk te maken. Maar dus, dus je mocht dus die een basisfotografie geven. Ja. En is dat dan dat dat, dat bij jou kwam, zo van, hmm, er zit hier wel iets in? Want zo typisch fotografie of muzikant zijn, dat, ze zo van die dingen zo, dat is leuk als passie, maar je kunt daar je geld niet meer verdienen. Ja, nee, op dat moment wel een beetje in het onderwijs. Ik heb ook heel veel risico's genomen daar, want die job, dat was een bijjobje voor mij. Ik had dat geld niet nodig. Ik zeg het, ze moesten mij eigenlijk niet betalen. Dat ik ook zei, les 2, van oké, okay, we zitten hier binnen, dat, dat, dat bevalt me niet echt. Oké, okay, iedereen heeft zijn cursus basisfotografie, ja, daar is de vuilbak. We houden hem er allemaal in? En we zijn vaarwel wel in het klaslokaal. Vanaf nu leren we alles buiten met jullie toestel. En plots wist ze wat een lange sluitertijd was: van kijk, had ik keer tonen hier. Zie wat er gebeurt met in een auto als je die techniek toepast. Veel beter dan in de boekjes. Ik ben zelden nog naar het klaslokaal terug geweest. En voor mij was het zo van oké, okay, ja, dat is een ander leerplan, natuurlijk. En moest bij een directeur en dacht van dit is het. En die zei: Zalen, prachtig. Vanaf nu moet iedereen zoveel keer buiten gaan fotograferen. Yes, eh? Ah, en uh, ja, dat werd enorm geapprecieerd door hen. De, de cursisten waren, uh, waren echt super enthousiast. Ik heb dan gewoon een keer na een jaar uh, voorgesteld. zeg Mag ik een keer iets zelf organiseren? Ik zou wat vinden van een opleiding natuurfotografie. Dat zit niet in het leerplan, maar we gaan dat gewoon aanbieden. Maar Wat komt natuurfotografie? Dat ik zei: Je geboeid door de natuur? Ja, ik moet zeggen, ik ben uh, vijf jaar vrijgezel geweest. Hmm. En, en als je vrijgezel wordt. Ik ja, heb je een paar opties dat ik kunt doen. En één is onmiddellijk een nieuwe liefde zoeken. Mm -hmm. Dat is iets wat ik niet wou doen. Ik heb dan gezocht van wat, wat wil ik doen, wat is mijn passie eigenlijk. Misschien weet ik het niet. Ik heb dan beginnen zoeken van wat teek vroeger en wat deed ik vroeger graag. En eigenlijk heb ik altijd diertjes getekend maar. en altijd bezig geweest met dieren en me altijd geïnteresseerd. En ik dacht van, ja, weet je wat, dat tekenen ga je niet meer doen, maar vind vindt fotografie wel leuk? Zou de je niet beginnen combineren? En ik heb altijd goede doelen voor dieren, ik altijd gesteund. Mm -hmm. uh, ik heb altijd dieren uit asiel gehaald. Oh, dat hadden vroeger ook een hond he, thuis. Ja, had ja, ja, ja. Ja. een hond had, ik had op een gegeven moment uh, vijf katten ook thuis. Uh, dat vonden mijn ouders niet zo tof, natuurlijk. Maar ja, overal dat ik een katje zag van oh, zieluk, kom, en nam ik je dat mee naar huis. Dus ja dan dacht ik van ja, dat, dat eigenlijk heel je leven al, draag je dat mee. Dus ja, combineer dat gewoon. En ja, dat was voor mij uh, de winnende formule. En Oké, okay, maar zitten nog altijd in, uh, je een natuurfotografie dat je, uh, dat je mocht doen. Ja. Uh, en mocht dat organiseren? Ik vermoed dat dat een enorm succes was. Dat was uh, ik heb dat één ochtend gedaan, dus uh, de vrijdag voormiddag. Uh, dat was dan de gepensioneerde groep. Hè, de mensen die in pensioen waren die dat konden volgen. En na één semester was die lijst zo lang dat ze er drie ochtenden van gemaakt hadden. Want ik was dan gestopt als IT'er en ik wou enkel mijn halftime gaan werken omdat ik ook wou foto's nemen. Dus dan zag ik mijn wedden... Continu halveren, halveren, halveren. Dus ik had een vrij goede wedden als ITER. En dan naar ja, halftime lesgeven. geven, ja, dat verdiende dan niet meer zoveel. Maar ik was gelukkig. En ik heb er continu die natuurfotografieën gegeven. In, in, in zo'n mate dat er een gigantische wachtlijst was. En dat mensen maar twee semesters mochten volgen bij mij. En zich dat gewoon opnieuw inschreven onder een andere naam. Maar om dat nog een keer te kunnen doen. Is dat, is dat dan? zegt dat dan net zo, ja, maar ik was gelukkig. Wilt dat dan zeggen dat, uh, dat je eigenlijk je. ...de dingen die je onderneemt in je leven... ...dat je die afmeet aan hoe gelukkig je dat je gaat maken... ...in plaats van hoeveel geld je, dat je gaat opbrengen? Tuurlijk, ja. ja tuurlijk is dat niet, Jeffrey. Ja, 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 ik weet de, het. Ja, uh, way around, he. Ik moet, het. moet zeggen, ik, ik baseer me daar altijd op. Uh, ik, ik was al zelfstandig geworden... ...en, en mijn boekhouder zei, je moet een huis komen. Nou, ik, ik ben dan niet gelukkig mee dat ik een eigen huis gekocht heb. Dat is misschien ook vreemd. Maar ik heb mijn huis gekocht op basis... ...waar ik ging moeten betalen per maand. Want voor mij was het simpel... Je kunt van huis praktisch alles kopen. Van 250 tot 400.000 gaan werken. Het is gewoon hoeveel wil je maandelijks aflossen. Mm -hmm. Dus als ik een grote villa met zwembad heen kopen, zoals ik eigenlijk wou, ja, dat kan. Maar dan moet ik wel weer fulltime gaan werken. Maar ik heb een klein huisje in de Vlaamse Ardennen gekocht. Waarom Brakel? Omdat Brakel redelijk goedkoop is om te wonen. Maar ik moet weinig afbetalen, Dus ik kan zelfstandig blijven. Ik kan dat risico nemen, nu zelf in de COVID-periode. Zonder in de problemen te komen. Mm -hmm. En ik moet niet continu werken. Dus alles is van, wat wil hij doen in het leven, en daar pas ik de rest uh, op af. Cool, jong. cool. Nu wordt er dan de natuurfotografie en hoe is dan de sprong geweest naar, naar Afrika? Afrika houdt altijd in mijn hart. Um, ik heb mijn stage gedaan voor, uh, voor de hogeschool Informatica in, uh, in Spanje. En het jaar daarna ben ik nog een keer geweest, want de mensen die dan hun stage deden in Spanje waren goede vrienden van mij. En we gingen met een bus gaan reizen. We wouden naar Marokko gaan, maar we mochten Marokko niet binnen omdat we geen uh, ja, paspoort hadden, we wisten dat niet. En ik was er een beetje door uh, geagiteerd. Ik zei: Kijk, voila, heb ik Noord-Afrika niet binnen, maar dan ga ik volgend jaar naar Zuid-Afrika. Dat nou, was dan het jaar 2000. Ik ben met zes vrienden naar Zuid-Afrika geweest. En ja, dierkenzij, safari. Zuid-Afrika, Johannesburg, Cape Town? Um, eigenlijk Cape Town en van Cape Town dan met een auto gereden naar uh, Johannesburg en daar een vlucht genomen. Dus eigenlijk een rondreis van vijf weken. Ik vond dat zalig. En uh, ja, die safaris daar doen, he, met hun eigen noten daar rijden, uh, vond ik super. Ik heb dat nog een keer gedaan. En dan, uh, dan uiteindelijk, ja, als je zo'n land wat kent en je begint aan reizen te begeleiden, is dat de logische keuze. Uh, je weet hoe je dan moet rijden. Je kent die parken wat. Dan kun je daar mensen optimaal begeleiden. En, en ja, dan ben ik intussen nog wel een paar keer terug geweest. En hoe is dan het idee gekomen van kan die twee gaan combineren met elkaar? Fotografie, lesgeven. Dat je dus fotografen, fotografen meeneemt op sleeptouw in Afrika, hoe ben je daarop gekomen? Ah wel, dat is eigenlijk... Hoor je organiseert dat niet zelf, zeker? Uh, nee, nee. Eigenlijk, ja, ik ben geen toeroperator. Ja, het is wel, dus eigenlijk heel grappig gekomen, want ik gaf dus les uh, ja, in die avondschool, uh, die natuurfotografie, maar voor, zo, als het regent, dan zitten we binnen voor theoretische lessen en dan tonen ik wat composities ik gebruikte natuurlijk wat Afrikaanse foto's voor composities, dat waren foto's die in mijn archief stonden. En die studenten vroegen continu van, ja, weet je wat, zouden wij een keer niet naar Afrika gaan, maar gaan wij je reis betalen? Maar ik zei, ja, kom, dit is serieus. Maar ze vroegen dat twee jaar aan een stuk. Ik was al zo beu, dat ik gewoon een willekeurige toeropreider gemeld en Ik zei, kun je je een keer iets voorstellen? Ze gaan dan niet aanvaren en uh, dan zijn we er vanaf voor lang verhaal, korte maanden. Ze zijn dat komen voorstellen, die reizen. In school en een kwartier later was er een reis geboekt voor twaalf mensen naar Zuid-Afrika. Dat was mijn eerste reis. Twaalf mensen, vrij veel om te begeleiden. En heb je dat is dan echt allemaal uitgeplant uit de stijbelt. Van we gaan het daar, we gaan Ja, ja, maar We gaan het om dag gaan zien en die en dat. Ja, ja, want normaal gezien, als ik reis, is het vijf weken. En ik zie wel. Vroeger, ik kocht een ticket, kwam toe in dat land. Ja, wat gaan we gaan slapen. En daar. En dat vond ik spannend. Maar als alles gepland is, ja, je kunt dat niet doen met die mensen in vijf weken. Uh, dus als alles gepland is, zie je alles op korte termijn. Je mm. ziet soms meer dan op vijf weken wat je weet. Vanavond doen we dat, morgen nog een ta. En ik, vroeger in het buitenland, moest dat drie dagen opzoeken, omdat het er mogelijk was. En het is super pittig. Na iedere reis raad ik mensen aan om nog drie dagen verlof bij te nemen. Waarom? Om uit te rusten omdat oh, iedere ieder, ieder dag zo vroeg moet opstaan. Dus iedere dag vroeg opstaan ten de hele dag. Voor mij zijn het ongeveer werkdagen van pak 17, 18 uur. Ik had nog een hele extreem en dat had nooit vergeten, dat ik in Japan zat. Het was 11 uur s'avonds. Ik moest naar wc dat ik zei. Kom morgen gaan. Ik heb geen tijd nu. Echt toch? Echt hoor. Zo extreem als het op het moment is. Het is, ja, het is... Uh maar je zal nooit jezelf tegenkomen, want dan nee, zo... Ik heb wel je, van je passie leven, maar dan zag ik het ook wel een beetje te ver van fysiek, waarbij dat het lichaam zegt... Uh, ja. Mr. van Dalen, de party is over. Ja, dat was uh, oktober, november 2019. Ik een uh, kleine paniekaanval gehad. Had je uh, in Afrika zat? Uh, nee, thuis, gelukkig. Ik uh, kwam terug van Zuid-Afrika, moest het weekend erachter uh, een weekend begeleiden met, met 24 mensen. Um, dan had ik weer een reis, dan had ik lezingen, wat workshops erdoor. Het is mijn passie he, wat ik doe, uh, maar ik ben mezelf uh, voorbijgelopen. Ik uh, ben thuisgekomen achter een lezing, uh, ik had een paniekaanval, wist ik veel wat dat was. En uh, hoe, 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 hoe uit is dat, die paniekaanval? Was Ik voelde me vrij raar ik met de auto terugreed, want ik dacht: even van, zou het niet beter om middelen als rijden? Ik, ik wist niet wat dat was. Uh, ik kwam thuis, ik had ontzettend kou. Ik begon te rillen en te schudden. Ik heb dat een uur in bed liggen doen, liggen rillen en schudden. En, en niet weet wat het was, ik kon zelf niet warm houden. Dan een dokter gebeld midden in de nacht. Um, die heeft gewoon gezegd: Dag van de Eurofinpaten. Ja, ja, voilà. En maar effectief, een, een half uur later stopte dat. Ik dacht: freaky, man, dat ik erop opzoeken op Google wat dat is. Uh, maar de volgende dag was ik zo leeg. Maar zo leeg. Ik heb gewoon een hele dag in de zetel gelegen. Ik kon de komende tijd um, een uur werken per dag. En dan moest ik voor de rest van de dag in de zetel gaan hmm. is, uh, Ik moet zeggen, ik ga eerlijk zijn, ik lacht er vroeger mee. Burn-out, burn-out. Maar uh, je kunt het krijgen van de passie te doen. En nu lach ik daar niet mee. Nu neem ik nog half medicatie. We zijn een jaar en een half verder. Um, ik heb daar heel lang mee gesukkeld. Wat bedoel ik? ik heb daar heel lang mee gesukkeld? Je omdat je omdat jij wilt mentaal meer... Je, ja, maar ik wil mijn passie mee. doen. He. Het, het eerste ja, ja. is van, doe wat je graag doet. Maar dat doe ik. Maar als het doe, draai ik weg. Dus het was gewoon in mijn hoofd wegdraaien. Dat continu idee. ik. En waren er toch vroeger geen signaal van je leven die zijn? Van dalen? tenminste misschien welke? Allee, want ja, want ik, ik normaal zo... zien is dat niet zo... Allee, dat is heel abrupt. Ja. meestal zijn er vroeger al... Het was, en... het was een redelijk abrupt, maar ik kan zo heel passioneel spreken van een groep. En dan voelde ik soms om mijn hoofd dat zo wat begin zenderen. Maar ik dacht van, ja, dat is hier de adrenaline en al. Maar ja, dat was blijkbaar al een beetje... Daar is... Die draaiing, die duizeligheid. Hmm, okay. En ja, die duizeligheid heeft me dus weer houden van, van maar te werken, ik kan al mijn workshops afgezegd dan in 2019. 20, dat eigenlijk zeer weinig mensen, denk ik dat gehad heb, ik denk zelfs nog geen tien. Het heeft je workshops geannuleerd, maar het geen reden gegeven? Um, wegens gezondheidsredenen. Oké. Okay. Ik heb niet gezegd dat het van mij is, van, van familie of zo. Uh, dat zijn mensen ook van, denk eerst aan je gezondheid. Um, het waren er wel een paar die voelden van er klopt hier iets niet. Ik heb, ik heb dan nog twee reizen uh, gedaan in februari van, van 2020, net, net voor de COVID. En, en dan heb ik veel moeten rusten, veel ontspanningsoefeningen moeten doen. S'middags altijd twee uur. Heeft dat nauwelijks iemand gemerkt? Eén iemand, maar ik kwam dat supergoed mee overeen dat ik het er ook even over had. En dan, ja, een maand later, ging ik weer voor twee reizen uh, naar het buitenland. En ik moet zeggen, voor mij die de lockdown. Dat is een deugd Ja, want die reis, dat ging me waarschijnlijk gelukt zijn. Um, ik heb dan ooit gehoord, ja, je moet, je, je, moet je, ja, je routine veranderen, je moet je job veranderen. Maar dat is mijn passie, ik doe niks liever dan fotografie en les geven. En dan ben ik, uh, ja, om mijn gedachten te verzetten, hey, niet meer werken tot 9.30 uur s'avonds. dat is niet werken, dat is foto's ontwikkelen, ja, maar ja, het, ja, je denkt er altijd aan. Hey. En ik heb een gitaar gekocht. Okay. Ik heb een, ja, ik heb een piano gekocht. Allee? ik heb modelbouw gekocht ik heb echt van alles gekocht om toch maar iets anders te kunnen doen om mijn gedachten te verzetten het probleem is, ik ben een perfectionist ik moet vrij goed gitaar kunnen spelen als ik dat begin te doen zoals ik dus Ja, kijk. En, en dat is niet goed hè. dat zijn ze ook tegen mij, nee dat is de bedoeling niet hè. je gaat naast je job dat je perfect wil doen ga je nog iets zoeken dat je perfect kunt doen je moet iets zoeken wat je dan niet hebt ik heb dat gevonden wat is dat? Gamen. Oe, oe. Ja, echt waar. Ik had al tien jaar een Playstation staan en wat deed dat? Met een Netflix afspelen. Maar dan zeggen van, oh, ik kon nog een keer een spelletje spelen. En ik merkte dat spelletje interesseert mij niet. En je geschoten wordt of game over, je bent gewoon opnieuw. Dus ik jaag mij dan niet in op. Dan nee? loop ik daar rond en je en krijgt een kick, like iets van. Ja, like, ik speelde in de Fortnite niet, maar ik speelde bijvoorbeeld Call of Duty met een paar vrienden. De kick om dan. Hey, ergens te winnen is al wel leuk. En iedere keer gaat telkens iemand iets, ik heb iets afgerond. En dat geeft wel een goed gevoel. En dat er dan zelf geschoten worden, is zo van: ja, kom ik toch terug, dus dat maakt eigenlijk niet uit. En moet je dat niet goed kunnen? Kan je daar niks mee bereiden? Maar ik denk wel, continu niet. Alleen, ik denk moet nooit. Professen. Ja, en ik denk nooit aan mijn werk. Want het is gewoon dat brainstormen, dat creatieve denken, waardoor ik continu draaiing begint te krijgen. Maar dat is het liefste dat ik doe. Hey. Echt, voor mij is het zo van, oké, okay, je kunt je workshops niet geven in COVID, je kunt je reizen niet doen, ze zijn ongeveer negen reizen uitgesteld. Oké, okay, maar we gaan ook geld verdienen, hè, dus uh, begin maar creatief te denken. Ja, ik kijk daarop, hè, op zo'n ding. Ja, dat is zo. Um, ik heb uh, een heel educatief platform gemaakt, mm -hmm. uh, waar ik dan op mijn eigen moment mijn, mijn tutorials kon geven. Ook fotografie. De, ja, de heel lang over één tutorial. Um, omdat ik dacht: van, oké, okay, nu is het te veel, nu moet ik weer gaan rusten. En, en, en zo, nu had het al een stuk beter. Uh, ik heb uh, ja, dat Fotocot dan een beetje uh, opgestart door RekjeWurst. Waarom is dat niet Fotocot? Ik ken dat niet. Fotocot uh, was eigenlijk in de eerste lockdown om mensen wat bezig te houden met fotografie. Dus ik gaf ze dan drie opdrachten per week. Okay. Ze moesten niet gaan fotograferen, ze mochten ook uit het archief een fotokanaal. Maar het feit dat ze door een archief keken, was ook weer bezig zijn met fotografie voor hen. En dan op het einde van die opdracht toonde ik een slideshow met alle foto's. En ze vonden dat zeer inspirerend. Ja, achter die lockdown, en mei was de lockdown gedaan, zeker. En dan ben ik dat ook gestopt. Ik kon dan weer wat workshops geven, nu en dan een keer. Maar de mensen bleven maar zeggen op die workshop: oh, dat was eigenlijk tof dat fotocot. Ik ben dan nu dus in begin februari weer mee gestart. Dan heb geef ik maandelijks een opdracht. En out of the blue gaan we er ook nu gewoon een fotocot gratis magazine aankoppelen koppelen. Dat over visie en inspiratie gaat van fotografie. Niet zozeer de technieken achter de foto, maar gewoon een keer weer. Genieten van een foto van een fotograaf. Even in ons opnemen. Wat is, welke emotie hangt er aan dat hmm. beeld? Uh, gewoon weer een foto voelen. En um, hoe, hoe zit het dan met je, met je perfectie? Hey, dat dan, hey, bedoel, ik hoef het je niet uit te leggen, maar als je dezelfde ding doet, dan krijg je dezelfde resultaten. Verlang dat je andere resultaten gaat krijgen door dezelfde dingen ja. te doen. Bedoel, ik heb het ook moeten leren. Hey. Ik heb hmm. het heel hard moeten leren in alles. Hey. Gitaar spelen... Zaken en alles, zelfs in de podcast ook. Hè. Ik bedoel, ook altijd streven naar dat resultaat en naar een bepaalde vorm van perfectie. Ja. Maar nu, ik ben nu een boek aan het schrijven. Okay. Heb ik heb mezelf geen doel opgericht. Ik, gewoon, ik schrijf vanuit pure creativiteit, maar er zit geen druk achter. Ja. Pas op, het moet wel goed zijn. Hè. Ja, ja, ja tuurlijk, ontken, tuurlijk. Maar... neem je tijd. Ik streef meer op progressie, een klein beetje progressie, ja. dan, dan de perfectie. Of te zijn. dat moet die tand, dan, dat en dat en dat zijn... Want ik ga uh, dat misschien in een boek winnen, maar ik ga mezelf verliezen. Mm. Ik bedoel, geen nog in haar op je hoofd, mm. ik zit daardoor verloren. Ja. Alleen, je zegt, ik zet nog een medicatie. Zijn er andere uh, dingen, die yoga, meditatie? Heb je daarmee begonnen te experimenteren? Met ja, thing? ja, maar meditatie altijd wel een keer. Uh, maar weet je wat het is? Ik kreeg een burn-out van al die apps. Echt waar. Ja, ik mediteer zonder app. Hè. Ah, wel, dat, dat moet ook. Want dat is een app, en zo van: ja, weet je wat, mijn hand op die ding doet. En je hebt nu een meditatie voor waar rustiger te worden. Oké, okay, ik ga dat doen. En, maar je moet in het begin wel leren je gedachten loslaten. En dat is het moeilijk. Wat ik zeg dat om te mediteren, zo van: oh, ik heb een goed idee. Ja, nee, 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 toch niet. Hè. Dat is vaak de fout. Ik kan niet claimen dat ik eerder de, de, de big meditator ben. Maar het punt is wel: als je probeert om goed te mediteren, ga je het doel voorbij. De bedoeling van meditatie is niet dat je niet de perfecte meditator wordt. De bedoeling is gewoon dat je gewoon opmerkt dat er gedachten komen. Hm. En je gewoon zegt: ah, bedankt voor deze gedachten. Maar ik ga terug naar mijn ademhaling of naar whatever dat je aan het doen zwaart in een ja. bepaalde mantra of zo. Maar dat je daar niet tegen vecht, tegen die gedachte. En dat je die gewoon uh, denkt: Ik ken de naam van mijn podcast, ze komen door een meditatie. Ik kreeg bepaalde mensen door door meditatie. Dus dat idee, zeg ik bedankt, en te later, na die 20 minuten of zo, dan doe ik daar het wel mee. Dus het, het idee van een boek te schrijven, ik ik gekregen door de meditatie. De titel, de richting, dat komt door meditatie. Dus dat is die gedachte. Maar dat komt omdat ik zo stil ben, Allee, stil. Ik zit en kijk neer en ik kleet gewoon op mijn ademhaling. En de ene keer heb ik zoiets van: oh, ik moet nog niks denken. En de andere keer is dat echt zo: analoog. Ja. Vanavond viel ik in slaap. En dan is dan: oké, okay, ik val in slaap. Maar dat is allemaal oké. Okay. Hm. Dus er moet niets. Ja, inderdaad. Het is zoals uh, ik ga dan gaan wandelen of even hoofd regelen. Dan mag je niet gaan wandelen met, met uh, mijn iPhone of je GSM. Nee, mijn ja, nee, nee. In, en ik kan ook in, mijn toestel en, niet uh, mee. Nee, nee, nee gewoon uh, altijd nee, gaan en wandelen. Gewoon uh, prikkel. En in de natuur is dat fantastisch ook fantastisch. Ja. ja, maar dat zie ik enkel werken. Hè. In de natuur. Dat zie ik enkel workshops. Hè. Is dat? Ja, wel. Dus je kunt niet meer genieten oh, om duur... van de natuur, as such, zonder dat je een camera mee hebt. Um, ja, ik, ik doe geen camera mee, maar ja, je hebt altijd je GSM mee, dus er zit daar ook een camera in. Maar in, in ja, de natuur zie ik allemaal, ja, ik zie composities, hè. Dat, is, dat, is, dat is het een beetje. Het is, het is ook als ik zelf ga fotograferen, ik like, bijvoorbeeld rond die periode, waarschijnlijk jaren aan een stuk, heb ik over twee weken dan tussen de bos en de ga liggen, om dat te fotograferen. Ja, ik fotografeer dat niet meer op het gemak. Hè. Je lacht dan neer en dacht, oh ja, ik heb een nieuwe techniek gevonden. Oh, we gaan dat in de workshop steken. En op duur was het een workshop aan het voorbereiden en niet meer aan het fotograferen, maar pas op. Ik doe dat ook graag. Hè. Dus ik vond dat leuk, hè. dat was weer dat, dat, dat zaken gaan uitdenken. Hè. Maar als je dan zo terugkijkt, dan moet je dan zeggen: je ziet dat misschien wel of niet, maar de zonde gaande, lanceer ik Of de zon, zo'n video, zodat ik al zo zit, zou zitten soleren over. over pff, ik weet niet wat voor tracks. Omdat iemand me dat ik zei. Ja, ik weet niet wat tof. En ik doe dat puur uit creativiteit, er zit dan niks achter. Maar. De, de improvisaties dat ik doe vanuit het hart, waarbij dat me niet aantrekt van wat gaan mensen ervan denken en het goede resultaat whatever, die klinken en die voelen het beste. Er zit er ook meestal niet zoveel noten in. En degene die ik doe vanuit het hoofd, moet ik kijken wat aan technieken dat ik al allemaal kan. Ja. Hey, dat is meestal verballen diarree. Is dat dan ook niet zo dat je... Um, Bijvoorbeeld naar je eerste werk kan terugkijken, dat je wel weet van het is niet perfect. Maar de intentie, de passie zit er wel in. Ja, het is dat. Dat moet, die, dat moet allemaal niet perfect zijn. Hè. En, en, en nu fotografeer ik ook helemaal anders dan vroeger. Ja. Uh... Dus toch. Maar ja. hoe je dan, dan die klik? evolueert. Dan... Alles wat je mooi vindt, is een beetje afgepast op de dingen die je kent, natuurlijk. En, en hoe meer inspiratie dat je krijgt. Ja, hoe meer je beïnvloed wordt in je eigen werk. Nu ben ik enkel nog in zwart-wit bezig. En, en nu ben ik veel meer mensen aan het betrekken in mijn shoots. dus Vroeger was het enkel dieren. Nu ga ik dat gaan koppelen met dieren voor ja, projecten in het opvangcentrum dat ik doe. Omdat je daar wat meer emotie in beelden kunt, kunt steken. En waarschijnlijk over een jaar doe ik weer iets, iets helemaal anders. Het um, dus is dat ik ook leuk vind. Ik, vind ja, ik moet mezelf ook continu opnieuw uitvinden. Nee. Uh, boeit dat? Of is dat iets dat wel, je vindt, Ja, ze vragen altijd: wat is uw stijl? Ik vind, ah, op het moment dat ik een stijl heb, blijf ik steken. Boeit dat eigenlijk aan de stijl? Ik, ik, vind van niet. Hè. Je mocht vroeger ook, uh, allez, je wordt vaak in een, in een vakje gestopt van, ja, maar zij is fotograaf of zij is portretfotograaf. En je moet je, ja, specialiseren in iets, dat je daarin bekend wordt en daarin workshops kan, kunt geven. Maar ik vind gewoon van, nee, ik ben fotograaf. Ja, dat is toch? En als ik een mooi portret kan nemen van een giraffe, kan ik waarschijnlijk ook wel een mooi portret nemen van een mens. Ja, het is dat. Nou. Het is uiteindelijk maar vorm, licht, schaduw, compositie, dat is maar. Hè. Nu, um, ben tien jaar heb je keer over nagestaan, wie dat uh, Jeffrey fucking van Dalen is, wat dat hij doet. Um, iets helemaal anders, waarschijnlijk. Ik al tien jaar iets vol en dan wil ik veranderen. Hij je al zo'n gevoel van ik wil een dorpje gaan proeven in die uh, gitaar? Nee, nee, nee. Ik, oh, ja, weet je wat, moest ik het opnieuw kunnen doen, zou ik waarschijnlijk muziek begin spelen. Zo? Uh, op jonge leeftijd. Ja, ja meestal wel. Omdat ik voel um, allee, die, dat beetje gitaar dat ik speelt en dat klein beetje uh, piano dat ik speelt, dan voel ik wel van oh, dat is echt wel zalig. En de oh. ene keer dat het voorbij is met een burn-out, ga ik waarschijnlijk wel weer uh, ja, want muziek dus, dus doen. dat dus is toch geen wedstrijd, zelfs bij mij. Ik, ik speel nu meer dan 30, 35 jaar gitaar, maar dat stopt niet. Hè. En dat, dat is niet. En ik, hey, andere mensen kijken dan bepaald en denken: oh, dat was ik niet goed. En denk: ah, daar is er een foutje, daar was het een beetje over de taal. Dat is... dat, dus, dus dat stopt niet zelfs. Nee, oh, ik kan dus dat nu, is... wel, nu wel beginnen, hè, mama, dit, dit, het leren. Um, heb ik nu eigenlijk, ik mag dat niet zeggen, he, maar ik heb er nu eigenlijk geen tijd voor. Ah, je, maar dat, uh, dat is toch oké, okay, waarom mag je dat niet zeggen? Ja, omdat ik me dan op beginnen dat ik er te weinig tijd voor heb, maar, maar allez, ik heb eigenlijk, maar even geen tijd. Ik, zeg, ik kan eigenlijk zoveel werken of zo weinig werken als ik zelf wil. Ik heb een doel van omzet per jaar wel in mijn hoofd, en dat is niet echt hoog. Het is gewoon, als ik toekom met alles, ja, met reizen, ik moet geen reizen betalen Oké, okay, dat is... Dat was mijn grootste kost hé, vroeger, reizen. Ah, okay, okay. Dus uh, ja, hoeveel kost dat nu een reis? Dat komt er niet met 1000 euro. Maar terug te keren, ik ben tien jaar ja. en al uh, buiten de Nou ah, wel, ik ben bezig met een magazine, dus, dus misschien. Voor fotografen. Ja, voor foto ja maar of weet je wat, mijn, mijn vriendin heeft nu een, een webwinkel in Stof. En of dat nu een magazine is voor fotografen of voor overnaaien, dat blijft hetzelfde. Het is dezelfde formule. Ja. Ik vind voor alles bestaat er wel een formule, maar het is gewoon andere content. En die andere content, uh, dat gaan ze, zij wel aanleveren. Uh, en, en boeken, hey, dat is iets wat ik nog. Fotoboeken. Hey. Is dat? Ja, ik, ik geef educatieve boeken uit. Uh, maar ik wil gewoon, ik ben fotograaf. Ik wil mijn fotoboek uitbrengen. Ik heb nu wat uitgevers aansproken. Er was redelijk wat interesse. Maar ja, je het allemaal bekijkt en uitzoekt, dan worden beter zelf een uitgever. Hey. Ja. <laughs> Want ja, het is. We betaalt eigenlijk de boeken voor de uitgever, en zij doen dan wel de promo. Maar dan vraag ik het mij af: welke promo is dan via de sociale kanaal? Ja, jullie hebben niet veel volgers en de reclame op Facebook en Instagram kan ik ook laten lopen. Dus daarom dat ik eigenlijk heel veel schrijvers heb op mijn podcast die verkopen, dat ik weet niet veel boeken. Hè. Ik heb ook een aantal overeenkomsten met een aantal uh, uitgeverijen, hè. dus mijn boek ligt echt vol met boeken, hè. maar ik bepaal mm. wel wie dat ik dat kan ga uh, ja. vragen natuurlijk, ik moet er echt geloof. geloven als ik het boek niet goed vind, doe ik het natuurlijk of hm. niet van niet goed vind, als, ik, als het niet mijn ding is dus uh, ja, is een, ja, dat is ja. dan voor een extra bron van inkomsten ja, moet je niet fijn een uitgever doen hè. nee, moet dat, ik denk niet dat je een boek moet schrijven uh, of dat je er rijk voor moet worden ik denk dat je dat moet zien in een groter kader uh, lezing gaan geven of weet ik veel wat hm. gewoon ja, zoals hij zelf ook zegt uh, ik, wat ik ook heel hard voel bij jou voor je workshops, is dat je andere mensen ook dat plezier wil geven om te inspireren en hun eigen stem uh, via fotografie te kunnen laten... Uh, allee, dat is toch hetgeen wat ik ook hoor? Ja, maar, ja, ja, zeker en vast, en, ja. En een boek zie ik daar als een extensie van. Hm. Dus... Het uh, is maar natuurlijk niet de bedoeling dat je daar nu hey, bankroet van wordt of zo, maar... Ja, dus... Uh, en... Um, moest je nu kunnen terugkeren, Jeffrey. Hey? En... Uh, maar voor mij blijf je nog altijd... Ik weet niet, acht of tien jaar of zoiets in die stijl. Zo, hè. Toen we buiten speelden, toen was er geen gsm's. Nee. Toen was het buiten een beetje er in de groene zone. Zoals dat Inderdaad. De, de, um, Als je, je nu. Oh, de hent, had Hansen studeert, hè? Ja. En stel je voor, nou, we een keer terug met een DeLorean hè, van Back to the Future. Want ze wordt binnenkort uh, 40 plus, of oh, binnenkort dit jaar. Ik weet het, 46. Hè? Ja, ik ben toch uh, af okay. Maar dan weer dat het plus net als de kick. Um, en um, we ontmoeten de, de Jeffrey van uh, 18 jaar. Je staat net klaar voor in de, 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 de school binnen te gaan. O, wat voor advies zou je hem geven? Ga ja, rapper doen waar, waar je eigenlijk waar je in benauwd van bent. Dat is, ja, dat, is, dat is mijn slogan dat ik altijd meegeef naar mensen. Doe wat je bang maakt. Ik ken er veel te lang mee gewacht. Is dat zo? Ja, oké. Kijk naar de drempels die ik moest overkomen om, om te zijn wie ik nu ben. Dat waren allemaal zaken die ik bang van was. En wat, was dan, wat waren die drempels dan? Was de grootste ik drempel? wou nooit van de groep spreken. Nooit. Ik weet nog vrij hoe uh, toen ik naar die avondschool ging, dat, dat de leraar zei van kijk, je mag je voorstellen, je mocht zelfs de les overnemen nu voor mij. Het zijn elf mensen in de klas. Ik was week van het zweet. Ik heb drie minuten gesproken. Ik ga gewoon zeggen. Mijn naam is Jeffrey van Dalen en ik kom deze les volgende week overnemen. Ja, het is weer aan u. Echt waar. ik was me kapot aan het zweten van de stress. En dat is dat onder veel te doen, heb je dat overwonnen? En ja, ja mijn eerste lezing was voor 50 mensen. Ik heb mijn lezing waarschijnlijk tien keer gedaan voor mijn vriendin. Ik heb twee weken opgelopen van de stress ervoor. En ja, ik heb die lezing gegeven. Die mensen vonden dat super interessant. Die vonden dat goed. Hey. Het is, het is positief dat dat zo gelopen is, anders was het misschien allemaal uh, anders gelopen. Um, en ja, en, en ik vond dat heel leuk en dan, dan verlegde u grenzen. Nee, hey, 100 lukt ook al, zonder al te veel stress. Ik heb twee keer voor, voor 700 mensen staan, maar dat worden niet gewoon. Dat, dat, is dat? Oh nee, dat waren het dat niet ja, gewoon. Ja. Feesten zouden ja. speelden, ik zou tijdens spelen echt Dat is gewoon veel doen. Hm. Zee, en, uh, wat worden er nog van die. Bijvoorbeeld je omgeving. Hoe reageerde je omgeving op die, ja, die transformatie, mag misschien mag zeggen. zijn. Ja, naar fotograaf toe. Ik uh... kun je niet, misschien één maand of zo. Of je ouders die zeggen, ja, Jeffrey, zou je dat wel doen? Ga nu zo'n deftige job in. Ja, het ja het is... ik moet zeggen, ik heb altijd mijn vaste benoeming geweigerd ook in het onderwijs, omdat ik nooit vast wou zitten. Okay. Omdat ik weet, als ik dat heb, dan nou, zit ik uh, settled for life. Maar uh, ja, en dan is zo van nee, ik wil dat niet, want nee, dit is niet, ik wil niet 70 worden. En ze vragen nu, nu wat heb je gedaan? En het onderwijs werkt. Ik wil van alles kunnen zeggen. En ja, voor mijn ouders was het natuurlijk: heb vast een vaste job, hij is IT-er en, en ja, fotografie hadden daar wat geld mee verdiend. En ja, toen ik zei: wat, ik ga volledig zelfstandig gaan, oh, dat is alle zekerheid weggooien, ja, dat is iets wat ik super uitdagend vindt. Maar nu? Nu zijn ze trots op je. Ja, nu zijn ze nu... nu praten ze praten eigenlijk niet meer over werken. Ze hebben even uh, gevraagd van lukt het met die COVID? Komt er niet een geldprobleem? Uh, maar ik, zeg, ik heb tegen hen gezegd wat ik tegen iedereen zeg. Ik ben de overheid wel dankbaar met de, met de steunmaatregelen. Uh, Zo'n zaken. Uh. Je kunt klagen over van alles en nog wat, maar we hebben het toch maar gekregen. No. En dat heeft mij wel geholpen, vorig jaar. Well, worden er? Alleen public speaking, heb dat niet je laten begeleiden door een coach of zo? Nee. 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 En wat uh, zijn er dan op verkopen? Was dat het probleem voor je? Want je hebt uh. je cursus, je moet het dan verkopen. Dus ik ga ervan uit, je ja. moet dan een webinar of moet dan op de socials, dat die ding verkoopt als zelf niet. Ja, maar wel, reizen, ja, dat kun je een beetje verkopen met. Uh met foto's. Nee, je kunt tonen welke ja, foto's dat ze kunnen. Ja, dat vind passeren. Het is dan een race, Révin In. Dus ik ja, krijg ja. een bepaalde following, uh, mond op mond. Ja, het is dat. En, uh, ik ben ook geen serieus op reis. Uh, dus, dus mensen vinden dat wel leuk. Hey, dat je ja, dat, dat niet altijd serieus bent. <laughs> uh, maar uh, ze zeggen altijd dat ik een slechte verkoper ben. Ik zeg Waarom? ja, ik ben een vreselijk slechte verkoper. Waarom? Omdat ik, ik maak reclame voor mijn reizen door geen reclame te maken maar een echte goede verkoper hè ja. die verkoopt zonder dat hij aan het verkopen is hé. ja maar ik zeg ja je vindt me geen goede verkoper nee nee je bent echt geen goede verkoper ik zeg maar zij wel al ingeschreven voor mijn volgende reis ja dus dat, dat, dat is echt wel in zo'n verkeerde ik ben een verkoper zo'n verkeerde perceptie dat mensen denken, verkoop met dan echt zo dat, dat slimy je Dat is de reden waarom ik onder andere die video's en die podcasts te start ben. Dat is wel serieus, uitgebreid. Maar dat is. En dat is een van de dingen waar de meeste mensen mee strugglen, omdat ze dat vies vinden. Ik me volgende week ergens ook uh, een opleiding gaan geven. Want verkopen met een aantal ondernemers die. die ja, wat moet dat doen en dit en dat. Maar het start wel met hoe je erover, hoe je erover denkt, wat dat verkopen is. Ik bedoel, als je inderdaad zoiets zet, ik wil waarde creëren voor een ander. Ja, maar moet je dat niet gewoon plat door mensen gaan? Ja, niemand wil zo behandeld worden. Nee, nee, maar. nee, nee. En maar, dat werkt ook niet. En ja. mensen gaan wel zelf bepa bepalen van ah, de Jeffrey van Dalen. Ja, dat resoneert wel met wie dat ik ben, die persoon. En als je dat wel zitten en ik vind die foto's mooi, wel, en dat die twee dingen kloppen, dan gaan ze er effectief wel. Uh, je moet een tribe joinen. Dat geloof ik, ik wel heel hard. Dat ja, je ja, ja. mensen aantrekt die bij je pasten ja. en, die, en die, die gaan automatisch wel komen. En dat je ervoor zorgt dat die prijs goed staat, dat ze er waarde krijgen. En volgens mij, als ik jou bezig hoor, ga je altijd meer leveren qua waarde dan de prijs die ze voor betalen. Ik vind volgens dat mij, ook, ja. Het zit hem in de details ook heel veel. Ja. He? Dat dacht ik al, ja. Dus dat, dat is dat klein uw flesje water staat klaar in de auto om te vertrekken. Het zijn die hele kleine details die mensen echt appreciëren. Als je begeleiding krijgt, dat verwachten ze, dat doet ze sowieso. Maar het, ja, het zijn die andere zaken. Hè. Als er een toestel kapot valt, dan geef ik mijn toestel af. Is dat? Ja, ja tuurlijk. Ja, die, die mensen hebben veel geld betaald voor zo'n reis. En, en die moeten wat beelden hebben. Ja, dan, dan heb ik geen foto's, maar... Dat is wat gebeurd. Ja, ja, ik moet geen foto's hebben. Hè. Het is leuk als ik ook kan fotograferen. En ik fotografeer ook op mijn reizen, om gewoon te kunnen tonen aan de mensen van kijk, dat is beeld dat je hier kunt uithalen. Maar vooraf foto's tonen, dat is allemaal vrij gemakkelijk. Maar misschien zijn de weersomstandigheden anders. Hoe, hoe ga ik in zo'n omstandigheden een foto maken met dat licht? En dat vinden mensen super interessant dat je zegt van kijk, met die boom heb ik dat gedaan met dat licht. Dat kun je vanaf die positie doen. Je kunt dat zelf nog een beetje gaan aanpassen naar je eigen compositie en hoe dat je het wilt, natuurlijk. Maar je hebt wel die inspiratie niet wat gekregen. Ik ga ze zeker niet rondlopen van, ja, trek je plan. Hè. Dat is de bedoeling niet, natuurlijk. En uh, Afrika? Heb je dat gevoeld? Um ja, als ik dat dan zelf. Ja, andersburg, ik ben er ooit geweest. Ik nooit, hè? Ik, uh, ik wel. Ik kan je verzekeren, uh, die security die er daar nee. was voor uh, ons, dat was, dan, dat was voor IBM, voor ons te begeleiden, ik kan je verzekeren, dat was elke vijf meter stond er daar iemand voor ons naar de, de bus ja. te begeleiden. Dus echt een rij aan mensen, een bodyguards of security, van vliegveld, hey, land, tot dan uh, tot dan best voor te zorgen dat we allemaal in de bus zaten, hey. Dat is echt crazy gewoon. Ja, daar, daar ga ik het nooit binnen. Dat is de luchtgaven, maar dat gebeurt in Johannesburg, that's it. Dus onmiddellijk, als wij LAN, ben ik weg met de huurauto. Oké. Okay. Ja, ja, nee, ik, ik je Johannesburg niet binnen. Dus, dat is, uh, voor uh, mij was het van dat ding van te gaan naar Sun City. Of uh, hmm. Sun City noemt het dat. Ja, Sun City, ja. ja. En, maar, nee, dat zijn toch nog zo van die per, per, percepties dan. Want het is altijd. Zuid-Afrika, wat jij naartoe of Kenia? Of Zuid-Afrika veel, uh, Namibië veel, maar ik stop altijd achter zoveel keer. Hè. Dus, dus na vier keer stop ik met een, met een land, omdat ik uh, ben bang als ik dat ga toekomen, dat ik ga zeggen: eigenlijk ik heb ik het wel gezien, ik heb er geen zin in. Hmm. En ik wil 200% geven aan mensen. En ik heb vrij veel zin om terug te gaan naar Namibië. Ik vind het een zalig land, maar ik moet twee jaar wachten. Is dat het schoonste van Afrika, Namibië, voor je? Ja, het is allemaal anders. Uh, hangt er een beetje vanaf dat je wilt, dat uh, je echt naar de echt wild, wild, wild wilt, ja daar hadden men, mensen naar neem Kenia, we hadden massaal veel leeuwen in, dat is ze beu ziet gewoon, ja je wordt ze beu gewoon de leven omdat er zoveel zijn, maar Namibië is dan de mix met uh, met landschappen ook hè. En is, is er... ik heb nog een beetje perceptie, zuid zuid Afrika Sova. Zo, is, is er daar eigenlijk zo van die rare dingen ingekomen dan zo, we zijn wel met een groep mensen. Ja, het zit er waarschijnlijk tussen. niet nog nooit naar daar Waar wij slapen, dus minstens vier sterren. Oké. Okay. Dus, uh, en dan is het altijd met, met een minibusje. Zuid-Afrika rijk ik dan zelf. Uh, verplaats met een minibusje naar hetzelfde, ja, ja, omdat dat daar beter is. Namibië heb ik nog een, een hits mee, omdat Namibië een moeilijk land is om je boekingen vast te houden vanuit België. Ja, die hebben sommige plaatsen hebben zoiets van, ah, ze hebben meer geboden dan nu, dus sorry, we hebben geen slaapplaats meer. En sommige slaapplaatsen zijn superbelangrijk voor ons om ergens om vijf uur morgens te kunnen zijn. Ja. Dus je kunt enkel daar maar slapen, om, dus op dit vleid bijvoorbeeld, om vijf uur morgens te kunnen zijn. En dan heb ik een hits, die woont in uh, Zuid-Afrika, maar die gaat heel veel naar Namibië en die gaat dat continu gaan checken. Het is nog altijd voor ons, ze verkoopt dat niet. Dus daarom... En hij rijdt dan ook. Uh, vorig jaar heb ik... Twee jaar geleden heb ik wel gereden dan daar. Uh, maar rare zaken, weinig. Er komt er ook weinig mee in contact. Uh, moet ik moet zeggen, het land waar ik gewoon naar huis wou, omdat ik me zo onveilig voelde, was Venezuela. Dat was dan nog mijn vrienden, hè. Ik ging altijd ieder jaar met vrienden voor vijf weken op reis. Daar voelde ik me echt niet goed. Prachtig land, maar ik was een target voor de politie. Vreemd genoeg. Donkerhaard, een beetje baard... Uh, dat was van, ja, hij daar, uit een bus. Zo de nachtbussen dat wij nemen, nog van nacht naar de bus. Mijn vrienden mochten niet mee, die moesten blijven zitten. Dat was, ja, u omdraaien. Ja, mag ik even kijken in uw rustzak of dat je geen de rust bij hebt. Maar je weet je altijd in uw rustzak wat geld moet steken. Of heb het zitten. En als dat een derde keer gebeurt, dat ik zoiets ik heb, het hier had. Dus uh, dat, dat was een prachtig land, maar dat vond ik echt niet zo aangenaam. Ik vermoed dat na, na de corona-periode. Het reizen weer gaan starten, vermoed ik? Wel, uh, ik heb nog één in juni, alleen we hebben er dit jaar nu al drie uitgesteld voor mij. Mm -hmm. uh, ik heb nog al die reizen in al van vorig jaar ook. Uh, dus nu in juni hebben we Canada gepland staan. Dat zal wat afhangen van ja. de vaccinaties. En wat in Canada? Vancouver? Of uh, ja, wij gaan uh, Vancouver beginnen, uh, dan gaan we naar Vancouver Island, uh, dan Banff, Jasper uh, en zo eigenlijk naar Calgary daar terugkeren. Ik heb, ik heb, heel, ik heb twee jaar... Uh, de herfstperiode gedaan in de, in de Rockies met een collega Bart Herweg. Het herfst is prachtig daar. Het kan soms maar twee weken duren. Dus het is moeilijk om dat te passen, maar we hebben het iedere keer kunnen passen. En nu we ook wat meer rondreizen doen. En ja, mocht dat niet kunnen doorgaan, uh, probeer ook een beetje nu aan mijn inkomsten te denken. Dan hebben we nog een uh, gepland naar Bulgarije. Voor vlinders, uh, bijeneters, alle vogels uh, te fotograferen. Zo meer een zomers, uh, fotografievakantie... Maar ja, voor de rest van het jaar. Uh, ik zeg, het stond er meestal acht per jaar gepland. Dus uh, september hebben we nog een Zuid-Afrika staan. Nog een Kenia in december. En ja, oktober, november. Uh, we gaan het nog zien, we hebben onze Galapagos verzet dat jaar daarachter. Omdat we waarschijnlijk denken van dat gaat vrij Is moeilijk dat zijn. De Galapagos. Um, ja. Als expeditiereis, moet je dat zien. Um, wij hebben daar heel veel vogels. Ik ben geen soortenfotograaf. Dus voor mij een duif of een uh, albatros maakt mij allemaal niet uit. Het is het eindbeeld dat, dat uh, belangrijk is voor mij. Voor, uh, voor vogelliefhebbers is dat super. Maar gewoon al wetend waar hij zit op de wereldbol. Op zo'n heel klein bootje. Wij, wij huren een heel klein bootje in. Niet zo'n cruiseschip dat de anderen hebben. Dus wij zitten daar enkel met onze groepen. Wat doen we? Wij kunnen bepalen van, ja, weet je wel, we gaan maar eerst aan de andere kant van Thailand. We uh, ja. kunnen ook super lang uh, aan land, want op cruise is dus de twee keer wandelen, weg. Wij beginnen op soms opkomsten en wij beu zijn van fotograferen, kunnen wij uh, terug. En het snorkelen is wel ja, fenomenaal. Hè. En de uh, East, dus Thailand. Uh... Ja, wel ik Ben nooit. Myanmar, uh... Myanmar of Miramar, Myanmar. Uh, Myanmar staat gepland voor 22 dat ik samen ga doen met een collega. Um... Nieuw-Zeeland, Australië. Het is te ver. Dat is een En ja, weet je wat? Die fotoreizen, dat is, dat is big business geworden. Ik, ik was bezig met Nieuw-Zeeland te bekijken als fotoreis. Maar dan kijk naar de, de hotspots die je moet tonen aan de mensen. En dan zie je daar groepen van 60 staan. Ja, daar ga ik niet tussen gaan staan met mijn groep. En als ik dat al niet kan tonen, dan kan ik dat andere ook al niet tonen. Ja, dat begin ik er gewoon dat niet goed, aan. Het is een beetje een exclusief karakter. In, een ja, exclusief. Het, is, het is echt waar. Het is, het is echt een boomende fotografiereis. Iedereen begint ermee, want iedereen denkt van, oh, ik wil ook gratis op reis. Maar ja, totdat ze twee reizen doen, dan merken ze wel hoe intens het is. Dus ja, ik ben, uh, dit in Namibië, doordat je daar in dat park moest slapen om dat zo vroeg smorst te kunnen. zijn er ook maar een bepaald aantal plaatsen. En ben ik ja, nog altijd blij dat we daar als enigste staan, midden in dat tuingebied, bij die, bij die dode bomen. Ja, Eindelijk dat je daar met 60 man staat, in Japan hebben we soms een brug. Wij vertrekken nu al om drie uur dertig s'nachts. Rijden met een bus naar de ottawa brug waar, de, waar dan, dan de kraanvogels die wakker worden. Wij plaatsen ons statief aan de brug. Wij zijn de eerste, altijd. Want ja, vroeger was het om vijf uur vertrekken, nu is het om drie uur dertig. Wij gaan in de autobus gaan slapen weer, voor een uur en half. En om 35, als het licht begint op te komen, gaan wij aan ons statief gaan staan, we zetten ons toestel erop en we staan de eerste. Japanners gaan nooit uw statief wegzetten. Nooit. Dat is eergevoel. Chinezen, dat is wat anders. Maar de Japanners gaan dat zeker niet doen. Dus wij komen dan gewoon, zat er al een bende van, van vijftig, ja, zo'n ah, zo statief, ah ja, jullie waren hier eerst, geen enkel probleem, had dan maar gaan staan. Dus wij wel wij altijd de beste plaats nemen. Maar ja, tegen, tegen tien uur staat er dat 250 mannen. stonden in zeven rijen aan, aan die brug. Wij staan nog altijd vooraan, wij stoppen dan ongeveer. Maar ja, dat is... Dat is ja. Zeg, en dan zo op al die reizen zit je dan ook de keer zo, materiaal verloren, gestolen, eh, kapot gegaan, eh, oh. in een ravijn gedonderd... Toestellen die vallen van mensen die te enthousiast zijn. Want het ja, is ook de eerste keer voor veel mensen dat ze een toestel zo intensief gebruiken. Hè, want het dat is, dat is meer dan acht uur per dag dat je fotografeert hè, op veel locaties. Dus er worden al duizenden foto's schoon. Record staat op 62.000 foto's op reis. En uh, wij hebben ene keer in Canada inderdaad in een afgesloten garage, in een afgesloten wagen wij laten de statieven erin leggen van de mensen, ja, omdat het toch is morgens vroeg dat ze dat niet moeten sleuren. Het is al superkou, ze hebben al dikke mantels aan, en die statieven zijn, uh, zijn gestolen geweest, uit de auto. Maar wij snappen het niet. er staat een camera op, de politie heeft niemand gezien op de camera, ja wij denken een inside job. Uh, maar dat was, dat was nog drie dagen dat onze reis duurde, dus ja, en zonder statiefs, morgens vroeg, ja kunnen in principe geen foto nemen, dus men op de baas gebeld. Ik zei, ja, uh, die wel een probleem, hoe gaan we dat oplossen? En allee, ik noem het de baas, dat zijn een goede vriend nu. Um, die, die is, voor hem is klantvriendelijkheid is het allerbelangrijkste. Want uh, ja, de reclame die zij hmm. vertellen is belangrijk. Zegt hij geen probleem, hij had op onze kosten drie statieven gaan kopen voor die mensen, zodat ze verder kunnen. Dus we hebben wij drie statieven gaan kopen en ze konden ze de volgende norm Ja. Nu ja, natuurlijk, zij zijn hun statieven wel kwijt. Uh, wat geregeld met de verzekering, ik weet nu niet of dat nog allemaal gelukt is, wij hebben nog proberen dan de politie te contacteren vanuit België, maar dat is, dus, ja, dat is allemaal niet meer gelukt, ja, we weten niet hoe het verdwenen is, en ja, het is wel raar, het is gebeurd wanneer wij met iedereen in het restaurant zaten te eten, dus, dus ja, afgesloten garage, dat is een gesloten wagen. Dus is vreemd te vallen. Ja, het is... Ja, wel. ik moet zeggen, in die winkel waar we die statieven heen gingen komen, zei hij, ja, dat kan niet, in Canada, dat kan toch niet. Ik zei, okay, ik, eh. ja, kijk. Die, ja, die verontschuldigde zich echt, hè, dat dat gebeurd was, want ja, super vriendelijk mens in Canada. Is er eigenlijk iets dat we niet aangeraakt hebben? In gesprek nu? Um, ja, ze hebben wel begonnen met dat IT en overstappen. Nou, waarschijnlijk is er wel iets, dat je niet aangeraakt maar ik kan er ook niet onmiddellijk opkomen, ze. Het zou wel, wel jammer zijn, moest ik mijn leven kunnen samenvatten en, en ik weet niet hoe lang we ja, hebben Ja, Jeffrey, je hebt van net een heel andere podcast opgenomen. <laughs> ja, ja, ja nee, het is dat. Dus, dus, en hoe was dat nu zo'n ervaring, een, keer, zo een andere podcast voor niet-fotografen? Oh, mooi ik zeggen, ik vind dat super interessant. Zelf, uh, ik ben wel fotograaf, maar uh, naar podcasts luisteren, dat uh, doe ik zelden een fotografie-podcast. op mijn oor. Ja, nou, uh, en wie luister ik dan? Um, ja ik had al gezegd een Chase Jarvis uh, vind ik super inspirerend uh, Tim Ferris ja, uh, wat eigenlijk ja, ben ik een fotograaf maar uiteindelijk zijn ze een ondernemer hé. en, en of je nu een, een apotheek hebt, een warenhuis of een kledingzaak. Ja. Het blijft allemaal hetzelfde. Ja. Je moet die producten aan de man kunnen brengen. En dat is de 4-hour workweek van Tim, Tim Hij uh, Staat in de boekenkast. Maar even, ik uh, moet nog wachten. Ik kon nog niet lezen met, met heel de burn-out en al. Maar je staat in de boekenkast. Moet hem nog lezen? Uh, morning rituals ook ja. van veel ja, mensen. Ja, uh, ja, 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 inderdaad. Pas op, als je, als je daarmee begint met die persoonlijke groei. Dan uh, dat is een hele wereld die open had. Dat is echt. Uh, ik ken een aantal ondernemers mm -hmm. Lien De Pau onder andere had. Ik heb nu binnenkort meer. En die passen dat toe, hè, de four-hour workweek. Ja. Dus dat kan dus. Hè. Die werken dus niet zo heel veel. Maar uh, ja, ze zijn ooit heel veel gewerkt. Als het meestal na een burn-out ja. uh, en van het zou ook mee We hè, heel veel uren babbelen en dan is het uh, werken, en die zoiets van. Uh, Hard werken, dat schaalt niet. Dan moet er toch een andere manier zijn om op een goede manier te kunnen leven. Maar hoe stinkt te kunnen doen? Ik herinner Paul, die gaat toch gaan surfen in Spanje. Terwijl dat zijn cursussen doorgeeft. Ja, passief inkomen zeker gaan opbouwen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En dat is allemaal gebaseerd op Tim Ferris de 4-hour workweek. En wie nog van podcast Tim Ferris? Ja, dat. Dat is eigenlijk die twee Chase Jarvis het in vers. Maar ik luister meer naar Chase Jarvis omdat hij heel veel mensen interviewt. van. van al, geen fotograaf, maar van alles een beetje. Dat je denkt van, ik wist dat hij zo'n job bestond. Zoals ik nu dan toen ben. Ah, ja, 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 ja. inderdaad. wel. Het is een beetje gelijklopend, inderdaad. Ja, ik, ik vind dat super interessant om dat allemaal te toren van die mensen hun leven. Maar voor mij is dat. Um, want hij is toevallig hier gekomen. Mm -hmm. um, mijn vrouw is dat. Dat inspirerende van, hey, van IT, je gaat een fotograaf doen, ik vind dat echt fantastisch. Zoals mensen echt die een jump maken, die een sprong maken. Ik ken mensen dat die architect zijn, die nu uh, um, artiest, kunstschilder, uh, ja. naar rest zijn, of hoe noem je dat? Uh, maar je moet heb, durven, hè? Ik heb dan iemand die, ik okay, mensen die nu op een keer energetisch healer is die dan, allee, Pilates ook heeft, dus het maakt me eigenlijk allemaal niet uit, maar gewoon het feit dat hij durft, ik heb buiten gewoon kooi gaan en, en, ja, en ik heb iets anders uh, doet. zal ik had anders zijn je, je het pad volgt van wat je positieve, positieve energie geeft, ja. die, die passie en effectief doet, in plaats van een job te doen. Want ik denk moest mensen dat meer doen, um, dat me gewoon een veel mooiere wereld zou nemen. Het is al, het is al. Dat. dat is zeker waar. Hè. En... Um, ja, dat is het. Enige. Ik moet ermee stoppen, Jeffrey. Oké, okay. merci. Jezus, bedankt, man. Dat was tof. Ja. Ik wens je veel succes. Dank je. Met hey, game, he. met fotograferen, <laughs> met de reizen. En uh, eigenlijk alles wat je onderneemt. En uh, ik vind het tof voor, voor te zien na 35 jaar dat dat. We hebben als kind samen Dat die, die vibe ergens voel ik het me terug weer, die achtjarige, tienjarige ja. en zo. Herken je dat gevoel? Wat, ik moet zeggen, ik heb, dat, ik heb dat gevoel wel meer met mensen die je zo heel jong dat je mee omgaan, dan mensen rond je veertien jaar. Je hebt al minder die band dan, dan mensen van, van toen je acht jaar was. Nee, ja, nee, ja. oh, Ik heb het in mijn hoofd van acht tot tien jaar of zo. Ja, ik, ik weet het ook niet. Maar ze zeggen altijd, je eerste zeven levensjaren zijn zo bepalend ja, voor de is... rest van je leven. En misschien dus, zit dat er gewoon ja. dieper ingeworteld ook, die een band die je dan hebt, dat dat daardoor komt. Ah, ik voel me weer goed. <laughs> Ja, nee. Dus, ik vind dat heel speciaal voor dat, uh, voor dat ervaren is dus dat je... Allee, Want heel het menselijk lichaam, dat verandert hem continu. En mm. toch is er iets die een bepaalde vibe of een bepaalde emotie, of een, bepaalde, zoiets, een bepaald gevoel die je terugcatapulteert in, in, uh, in, in die tijd. Dus, uh... anyway. Het anyway. ouais. beste meneer Van Dalen. Ja, en nog, uh, succes ook in alles wat hij doet. He. Merci man. Bye bye. Ja, salut. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een nieuwe, boeiende aflevering van What's On Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!